Matthijs, gefeliciteerd met je debuut. Wat vond je van de wedstrijd in eerste instantie? Voor mij even wennen. Het is een tijdje geleden dat ik een wedstrijd heb gespeeld. Ja, voor de winststop was voor het laatst. En ja, toch, het is allemaal heel snel gegaan deze week. Een aantal keren maar kunnen meetrainen met het team. En ja, even wennen aan elkaar nog. Maar ja, 3 punten, dat is het belangrijkste, denk ik. Jack, van harte gefeliciteerd. Goede wedstrijd, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, goede wedstrijd, weet je. Net al zeiden in de persconferentie. Tussen de 10e en de, ja, misschien wel 45e minuut dan prima met een smetje de tegengoal. Je wil die wedstrijd graag winnen. Krijgt dan die strafschop, daar maak je 1-0 uit. Je maakt de 2-0. Nou ja, na de 2-1 druk je in ieder geval door en is de wedstrijd beslist in ieder geval in de rust. Ja, dan wil je als trainer, eigenlijk als groep ook, iedereen wil dan ja, wel een uitslag neerzetten. Dat je denkt van nou, een 7-klapper of dat soort dingen. Ja, dat lukt dan niet. Volgens mij is er een doelpunt afgekeurd wat dan geen buitenspel was. En die tegengoal was volgens mij over de achterlijn heen? Nou ja, dat heb ik nog niet teruggezien. Maar je hoopt dan dat je de tweede helft nog wat goals erbij kan maken om echt dat goede gevoel nog te versterken. Ja, ik heb wel tegen de jongens gezegd, winnen was belangrijk. Ja, je weet het, jong AZ, dat soort teams hebben we hier ook gehad. En dat was niet een walkover. En dat zou het vandaag ook niet worden. En, ja, dus de uitslag tevreden. Ja, daar kunnen we weer op door. En we krijgen natuurlijk 2 zware uitwedstrijden met Cambuur en Go Ahead. Maar ja, het spel van de laatste 2 wedstrijden tegen Os en Telstar. Tegen andere systemen, dat heeft 2 punten opgeleverd. Dat hebben we wel gebruikt als houvast. Nou ja, Jong Utrecht kwam op het juiste moment, denk ik. Hè, want zo eerlijk moet je ook zijn. Om de 3 punten te pakken en nou ja, om door te trekken. En ja, deze wedstrijd ja, die kan je pas een vervolg geven als je volgende week weer er staat. Rennie, gefeliciteerd. Lekker gevoel weer, denk ik. Ja, een kind in de snoepwinkel, zeggen ze. Nee, ja, mooi gevoel, man. Echt ja, fijn gevoel. Was het zoals je je voorstelde? Nou, ik heb me wel iets bij voorgesteld, maar ja, het onthaal wat ik kreeg was al kippenvel, ja. En je ging ook meteen tekeer alsof het gelijk stond, meteen publiek opzwepen? Nee, ja, ja, dat gaat allemaal vanzelf. En, ik zat daar, moet ik zeggen, gelijk bij mijn eerste actie al gelijk in. Goede actie, alleen die werd afgefloten, jammer genoeg. Maar dat gaf me wel een gevoel van ja, dat ik er gelijk lekker in zat. En ja, ik had een paar lekkere acties. En was je verrast dat je al meteen zou spelen? Nee, eigenlijk niet. Want ja, ik ben toch gehaald om hier te spelen en met het doel op minuten te maken. En ja, dan het liefst zo snel mogelijk. Wat zijn je sterke punten? Hoge ballen, dat is heel fijn denk ik voor een verdediging, dat je meteen die corner uit de lucht plukt. Ja, dat is een van de sterke punten. En ja, ik denk dat je het 1-op-1 moment hebt gezien. Dat is ook een van mijn sterke punten. En vooral de coaching. Ik ben de hele wedstrijd bezig geweest om zo proberen alles zo goed mogelijk neer te zetten. En op een gegeven moment heb ik geen stem meer over volgens mij. Dus daar valt nog wel een hoop in te halen. Dus dat ja, zullen de komende dagen zal ik daar wat meer accent op gaan leggen in de trainingen. En nou goed, in principe eigenlijk hoge ballen is een sterk punt of kan een sterk punt worden. Heb ik in het verleden te weinig risico ingenomen. Toch een jongen met ja, groot lichaam en lang en breed. Dus dan kan ik op heel veel ballen komen. En wat je al zei, voor een verdediging denk ik heel, heel fijn dat er een keeper is die voor de hoge ballen komt. Ja. Ja, toch wel geef je jezelf te weinig credits, vind ik. Want Twente wint ook maar met 1-0 van Jong FC Utrecht. Ja, ja, maar kijk naar de wedstrijd van vandaag. Dan denk ik van, weet je, het is het moment daar om misschien door te drukken naar 5-1, 6-1. En je ziet wel heel vaak dat ploegen die in de rust een bepaalde afstand genomen hebben, dat niet altijd een garantie is dat het ook de tweede helft goals oplevert. Maar we hadden er wel een beetje op gehoopt. En misschien ben je dan inderdaad als trainer weer te kritisch en ja, kijk je weer naar wat niet goed gaat. Er zijn in de tweede helft een paar mooie aanvallen geweest. We hebben ook wat weggegeven door ruimtes weg te geven. En ja, Matthijs pakt nog een goede bal op in een 1-tegen-1 situatie. We hebben Wolters kunnen brengen, we hebben Jordi Bruin kunnen laten debuteren. Dus ja, alles bij elkaar is dat dan wel een positieve avond. Ja, hak je meteen voorbij die directe tegenstander? Ja. Dat had ik niet verwacht, denk ik. Nee, nee, ja, ik deed net alsof ik hem eruit wilde halen. En ik denk, ja, ik gooi hem er maar langs. En was jammer, had een mooie eind kunnen hebben. Maar werd goed verdedigd volgens mij. Werd net voor de voeten van Ferdi weggehaald.
Nee, dat is jammer. Ik had wat lekkere acties. Ik denk als Jonna nog van die bal af blijft, kon ik misschien ook nog... misschien mogelijk scoren, maar ik ben zeer tevreden met mijn debuut. En, ja. Je komt echt van ver, hè? Ja, ik kom echt van ver, ja, zeker. En, ik heb er hard voor gewerkt, En ja, dat is wel mooi dat ik zo'n onthaal krijg. En ja, dat doet me wel goed. En haal je Van den Berg dan uit voorzorg eraf of zo, omdat hij al geel had? Nou, Joey had geel inderdaad. Die kreeg weer een tik in de ribben, waar hij al een geruime tijd last van heeft. Nou, op dat moment was dan het risico op tweede geel, want de ruimtes werden wat groter. Hè. In die fase gaven we wel wat ruimte weg. En we hebben geprobeerd om het team vooruit druk te laten zetten, maar ja, kregen we dat toch niet voor elkaar op de een of andere manier. Nou, dan moet je gewoon slim zijn, verstandig zijn en de keuze maken om Joey eruit te halen. Ik zag Freddy Druijf nog een beetje hinken. Is dat nog erg of was het gewoon stijfheid? Of wat heeft hij? Ja, niet. Ik heb nog niks gehoord van de medische staf. Maar kijk, Freddy heeft van de week ook al wel een klein tikje gehad tijdens de training. Dus misschien dat opspeelde. Alleen, dit is geen piepert. Die gaat door en die kan wel een stootje hebben. Ja, veel momenten alleen geweest, maar dat is vanaf nu voorbij. Nee, ja, precies. Ik ben nu lekker bij de groep en ik kan gewoon nu doen waar ik het beste in ben. En dat is gewoon lekker voetballen en lekker aanwezig zijn in de groep, op de club, overal lekker rondbanjeren en lekker aanwezig zijn. En ik wil gewoon dat het goed gaat met de club en dat het goed gaat met mijn team. En ja, hoe zeg je dat? Ook een stempel drukken, zeg maar, op het 10 en hoef ik niet meer toe te kijken. En dat is voor mij het allerbelangrijkste. Dat ik nu eindelijk invloed kan uitoefenen op de groep, zeg maar. En, dat, niet alleen meer mentaal met filmpjes, maar nu ook gewoon als voetballer. Precies. Nee, ja, precies. En ik was natuurlijk al in de groep. Ik was bij de groep nauw betrokken. Alleen, ja, het is toch net even wat anders. Je kan net even niet de dingetjes misschien zeggen wat je wil zeggen. En nu... Ja, nu kan ik dat eindelijk wel. En, het belangrijkste is dat ik gewoon weer op het veld sta en dat ik gewoon mijn ding kan doen. En, ik ben super blij met de minuten die ik vandaag heb gekregen. En, het is allemaal verantwoord gegaan. En, het is echt gegaan hoe we wilden dat het ging. Alles klopt eigenlijk. Ik ben super blij. En, het momentje van dat ik in het veld mocht komen, dat zal ik nooit vergeten. Ik zag ook Romani en Joppe niet op het wedstrijdformulier. Zijn die geblesseerd? Ja. Ja, die zijn Guus is gisteren gevallen op de training. Die had last van zijn knie. Dat was niet voldoende om bij de wedstrijdselectie te zitten. En Ole, die heeft gisteren niet meegetraind. Die heeft woensdag een trap op zijn voet gehad. Die is gekneusd en ook dat was niet goed genoeg om te spelen. En hoe kijk je nu naar volgende week, naar Cambuur? Is dat dan een ploeg die NEC toch iets beter ligt, omdat ze het spel willen gaan maken bij uitwedstrijden? Of zeg je, NEC moet altijd en overal het spel maken? Nou ja, goed, ik denk dat we heel veel ploegen wel onze spel willen laten maken. Omdat we natuurlijk in de omschakeling altijd problemen hebben. En de tactiek, ja, die gaan we deze week weer bepalen. We hebben volgens mij onze thuiswedstrijd, het was de eerste wedstrijd van de competitie, prima gespeeld. Beetje onnodig de 2-0 weggegeven. En ja, qua systeem speelt Cambuur ook hetzelfde. Wij ook min of meer. Volgens mij hebben we allemaal weer wat nieuwe spelers. Hè. We hebben bijvoorbeeld Sam Hendricks erbij in de spits. En daar gaan we goed naar kijken. Ik ga... Ja, zelf uiteraard maandag nog naar Jong AZ tegen Cambuur kijken, hè, want ze spelen op maandag. En van daaruit gaan we die week weer het team voorbereiden op die wedstrijd. Ja, en die 1-1 situatie, hè, waar die goal uitkwam, je dreef hem heel goed weg naar de zijkant. Die bal was volgens mij ook over de achterlijn. Ja, dat idee had ik ook en dat hadden mijn verdedigers ook. En volgens mij een heleboel supporters ook. Dus ik was naar de eerste helft dus even naar de scheidsrechter gelopen en gevraagd van was het moeilijk te zien of hoe zit het? En dus de grens gaf aan van, hij was niet helemaal over de lijn. Maar goed, ik zei al tegen hem, het is jammer dat je in de keukenkampioen-divisie geen VAR hebt. Want waarschijnlijk was hij dan afgekeurd. Had je de nul gehouden met al een goed debuut, denk ik? Dan wel, ja. En nu is het toch zuur in zo'n wedstrijd tegen een jong team dat je dan niet de nul kan houden. Dat was een heel lekker debuut geweest en dat is nu een klein smetje erop. Maar over het algemeen wel tevreden. In Nijmegen zijn ze vooral blij met 3 punten, hoor. Die het tegengoal, dat maakt niet zoveel uit. Ja, dat is prima. En voor mijzelf is het natuurlijk, ik hou het liefst zo vaak mogelijk de nul. En
ja, dit seizoen is dat bij NEC pas twee keer gelukt. Dus ik hoop dat ik daar in de toekomst wat vaker de nul kan houden. Oké, bedankt voor je tijd, Matthijs. Succes, dankjewel. Ja, maar het vertrouwen is in ieder geval weer aanwezig. Ja, absoluut. Maar ik heb dat ook na Telstar en ik heb dat ook na OS gezegd tegen de groep. Je moet een bepaald vertrouwen geven. Je moet genieten van het spelletje wat je speelt. En je moet gewoon het goede gevoel elke keer mee naar huis nemen. Want ja, als je elke weekend met chagrijn naar huis gaat, dan schiet je niks mee op. En ik weet wel, het liefst wil je elke week 3 punten. Als dat OS uit en Telstar thuis 1 is, ja, dan moet je daar wel proberen het positieve uit te halen. En dat zal ik altijd doen als trainer, om toch die jongens met een bepaald goed gevoel naar huis te geven. Heel veel succes. Ja. Bedankt voor je tijd. Hè. Dank je. En die gele kaart dan, was weinig aan de hand, toch? Nee, ik wilde gewoon die bal uithalen. Ik denk als ik die bal raak, dat ik hem misschien nog wel vrij goed raak. Maar hij tikte die bal eigenlijk net voordat ik hem wilde uithalen weg. En ik zei ook tegen de scheids, wat wil je dan dat ik doe? Moet ik hem de weg open laten dat hij naar het doel kan rennen? Maar die moet ik ook maar... Ik heb hem nog gevraagd, die kaart, maar die kreeg ik niet mee. Ik denk, die lijst ik hem in. Hey, we gaan genieten van je. Dankjewel. Ja, dankjewel, man. Hey, succes. Later. Dankjewel.